Ook hier in Harlingen vandaag nog flink warm weer. En dat na een nacht met een complete lichtshow. Die heb ik gezien door onweer. Er waren ook zware buien bij, de meest zware buien in het noordelijke deel van het land. Soms met hagel en wateroverlast. En die buien, ja, ze blijven toch af en toe komen hoor. Vanavond kans op een regen- of onweersbui, maar toch ook warmte. En als die buien niet is, lang buiten zitten. En dan de komende nacht ook een aantal buien, soms nog met onweer. De grootste kans op buien is weggelegd voor het noordwesten, westen en midden van ons land. De temperaturen 17 tot 20 graden. De wind uit west tot zuidwest en die is zwak of matig. Wel, we gaan op naar het weer voor morgen. Ook een dag met een aantal buien of buitjes, maar het grootste deel van de dag is het aardig droog. En de temperaturen 23 tot 27 of 28 graden. En de wind, ja, die komt uit west tot zuidwest, is zwak of matig. In de avond, in de nacht naar zondag toe, ook alweer een paar buien. En dan zondag wat meer buien. Het noorden kan het droog houden met in het Waddengebied de meeste zon. En kijk eens naar die temperatuur. 25 tot 29 graden, nog altijd dat zwoele karakter. Ja, onweer is op zondag niet helemaal uitgesloten. En de wind die komt zondag uit het noordoosten, zwak of matig. Maandag een bui of een buitje, maar nog wel die 25 of 26 graden. Dinsdag de 24 graden met een aantal buien. Woensdag zo'n 23 graden, ook een bui of een buitje. En na woensdag weer wat hogere temperaturen, maar de buienkans blijft en ook de onweerskans. Wat mij betreft, tot morgen. Ontmoet. Tot morgen.